Welkom bij 99 Powervrouwen. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen wie dit is, maar ik ga het toch wel even zeggen. Dat is Jolanda Wiggerson. Hey. Zakenvrouw van het jaar Flevoland 2015. En daarnaast is zij, wat mij betreft, de beste businesscoach wat Nederland heeft. En ja, Nederland is wel heel veel businesscoaches rijker, maar er zijn maar weinig die zo goed zijn als Jolanda. En wat ik zo mooi vind aan haar, dat ze goed is, is omdat ze een hart heeft voor mensen, een hart voor haar klanten, echt betrokken is bij wie de persoon is. En aan de andere kant is het iemand die ik heel graag mag. Vanwege haar persoonlijke benadering. Vanwege haar echt mens zijn. Wauw, wat een compliment, Lucinda. Nee, maar goed. Maar zo zie ik jou. Weet je, wij zijn al zo lang even aan het bijkletsen. Ja, maar dat kan ook niet anders. We zijn trots op jou. Geweldig, dank je. Echt trots op je. Jolanda, ik vind het super stoer dat je mij doet. Wat ik zo mooi vind is, jouw klanten kijken natuurlijk. En wat ik zo fantastisch vind is, ik zei net tegen jou, een businesscoach kan, ondernemerscoach, kan alleen maar iemand zo ver nemen en brengen als wat ze zelf zijn gegaan. Dus je weet wat je te wachten staat. Dankjewel. Ja, en even over dat ondernemerscoach en businesscoach. Ik noem mezelf ondernemerscoach, omdat ik gewoon met mijn voeten in de klei sta. En daarom vind ik dat prettig om, om mezelf gewoon in het Nederlands ondernemerscoach te doen. Ja, gewoon lekker Hollands, weet je wel. Precies. Dat vind ik ook. Want al dat Amerikaanse, het past niet bij wie wij hier zijn. We hebben hele andere uitdagingen hier. En dat mag ook gezegd worden. Ja. Maar Jolanda, ik ga jou vragen, wie ben jij? Wie ben ik? Yes. Wie ben ik? Ik word dit jaar 50, ik zei dat vind ik toch wel een beetje een dingetje. In oktober. Okay. Ja. Ja. Welke datum? 17 oktober. Oké, 17 oktober. In de eerste plaats ben ik vooral echtgenoot en moeder van twee hele leuke kinderen. En ik neem een zaak ongelooflijk serieus. Ik ben 14 jaar geleden voor mezelf begonnen. Ja. In eerste instantie als loopbaancoach. Ik heb heel veel vrouwen met name begeleid in de combinatie van werk en gezin. Mm. Ongelooflijk leuk om te doen. Ja. En dat wordt gelijk een heel verhaal, maar volgens mij is het wel belangrijk om te vertellen, om duidelijk te maken waar ik nu sta. Ja. Een jaar of 7 geleden besloot mijn man om zijn hart te volgen, want ja, Jolanda zegt altijd, je moet je hart volgen. En hij is destijds gestopt met werken, is fulltime gaan studeren. En waardoor de kosten die op mijn bordje lag. Ja. En ik ontdekte eigenlijk dat heel veel coaches niet kunnen leven van de dingen die ze aan het doen zijn. Ik dacht, wauw, hoe is het mogelijk? Hé, hey, Jolanda, daar hebben we natuurlijk al net over gehad. Ja. Ik wil even weer terug. En je zegt iets heel interessants. Jij zegt, ik zeg tegen heel veel mensen, volg je hart. Ja. Is het in deze tijd nog realistisch om je hart te volgen? Ja, ik zou zeggen, waarom niet? Volgens mij is het juist heel realistisch om je hart te volgen. En dat vind ik het mooie. Ik denk dat het belangrijk is om je hart te volgen. Mm. Dat geeft je energie, dat geeft je drive, de spirit om de dingen te doen. Ja. En tegelijkertijd is het heel belangrijk om daaraan te koppelen. Het houden van die focus, het stellen van doelen. Ik vind juist die combinatie ongelooflijk mooi en waardevol. En juist in ondernemerschap kun je dat gewoon heel mooi kwijt. Ja, ja. Wil ik natuurlijk ook van jou weten. Wat zijn... Dat volg je hart, want het klinkt een beetje zweverig. Ja. Volg je hart klinkt vreselijk zweverig. En toch is het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. En wat jij doet, is je helpt mensen daadwerkelijk om dat volg je hart, dat potje honing, daadwerkelijk te bereiken. Ja. Ja, ik denk over het algemeen, de klanten die ik bedien, zijn mensen die al de keuze hebben gemaakt om hun hart te volgen. Ja. He, omdat ze verlangen hebben om iets te doen, om te coachen of iets mooi vorm te geven. Precies. Of wat dan ook. Ja. En ik help ze ermee om vanuit die voeten in de klei, om het ook lekker te gaan doen. Om het praktisch te maken, om in de actie te gaan en om met lef zeg maar te ondernemen. Ik heb gezegd. Nee, we zijn helemaal niet klaar. Dit gaat natuurlijk wel, dit interview gaat om jou. Ik wil natuurlijk wel weten, want jij bent 14 jaar geleden begonnen als ondernemerscoach, moet ik echt niet vergeten. Maar wat maakt nou dat jij zo succesvol bent? Welke eigenschappen in jou, hè, als ik zou kijken naar wat zijn jouw top 3 eigenschappen en niet van het allemaal van jou, wat dit heeft kunnen realiseren? Waar ik volgens mij heel krachtig in ben, en daar ben ik heel krachtig in, start before you're ready. Dus gewoon doen.
voordat je alles helemaal in kannen en kruiken hebt, maar ga met die benadering. Ja. Dat is waardoor, dan geef je jezelf namelijk ook niet altijd de kans om al die stemmetjes in je hoofd de vrije loop te laten. Ja. Doe je dat altijd? Begin je altijd voordat je eigenlijk zover bent? Ja. Ja. Oh, dat is leuk. En nummer twee? Nummer twee, lef hebben. Lef hebben, nou, dat heb je, anders zou je hier niet staan. Precies. Echt, man. Jezelf zo kwetsbaar opstellen. Ja, dat vind ik mooi. Ja, dankjewel. En geef mij de definitie van lef. Ik vertel het jou net al, dat zinnetje wat in mij opkomt, feel the fear and do it anyway. Ah. Dat, je voelt die kriebels in je buik van, ik vind het eigenlijk super spannend om te doen. Ja. En eigenlijk mijn natuurlijke reactie zou zijn om me terug te trekken. Ja. Volgens mij is het dan juist de bedoeling om door te gaan. Want die pijn, dat gevoel van angst, dat is nodig om te groeien. Dan heb je echt het gevoel van, hé, ik groei. Ja, oei, ik groei. Oei, ik groei. Wat is nou de advies wat jij, want je bent natuurlijk al 14 jaar geleden begonnen. Wat is het advies wat jij zou geven aan Jolanda, want dit jaar word je 50, 30 jaar geleden. Wat zou je zelf cadeau hebben gedaan met de kennis van nu? Met de kennis van nu? Nou, ik denk dat ik nog iets groter zou mogen denken. Want je creëert gewoon je eigen plafond in je manier van denken. Dat vind ik het gave aan hoe mannen ondernemen. Mannen maken het vaak heel groot. En daar zou ik wel iets, dat zou ik wel iets meer willen hebben. Ja, maar ze maken zichzelf ook een stuk belangrijker. Ja. Ik ga wel eens naar workshops van mannen en dan denk ik, als een vrouw dit zou vertellen, zou het lang niet zo spannend zijn. Maar mannen maken dingen zo enorm groot. Ja. Dat is natuurlijk niet een, wij krassen geen mannen door. Het is juist vrouwen doen dat meer. Ja. Maar jouw klanten zijn niet alleen vrouwen, het zijn ook mannen. Ja, klopt. Maar wel mannen die toch wel het gevoel hebben van human to human. Precies, die gevoelskant is altijd belangrijk. Want ik geloof niet in, wat jij al zegt, dat human to human, dat is waar ik in geloof. Ja. En ondernemers die zeg maar openstaan voor die gevoelskant, zonder daarbij heel zweverig te worden, die horen bij mij, die passen bij mij. Klaar, dus ik ga niet eens de vraag stellen wie past bij jou, want dat is gewoon ingevuld. Als ik nou kijk naar, jij bent natuurlijk niet alleen zakelijk, je bent vooral vrouw, mens, fijn mens, heel fijn mens. Wat is eigenlijk jouw boodschap aan de wereld? Wat is jouw boodschap? Hoe wil jij dat de wereld jou ziet? Hoe wil ik dat de wereld mij ziet? Nou, dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. Oké, laten we het houden bij de boodschap aan de wereld. Boodschap in de wereld. Ja. Ik heb zeg maar vanaf het begin van mijn ondernemerschap ervaren dat, en dan pak ik even zeg maar, richt ik me even op die vrouwen, dat er vrouwen zijn met waanzinnige talenten. Ja. Echt waanzinnige talenten. Ja. Ook jij. Het punt is alleen dat ik echt ervaar dat vrouwen hun talent gewoon veel te weinig gebruiken. En daar hebben ze allerlei alibi's voor. Hoe zouden ze dat beter in kunnen zetten volgens jou? Je eerst al bewust te worden van dat talent. Ja. En dus mijn boodschap aan de wereld is, kijk eens naar jezelf. Kijk eens naar het talent wat je hebt. Kijk eens naar het onbelichte talent. Ja. En ga daarvoor. Ga dat ontwikkelen. En ga daar andere mensen ook mee helpen en mee verder helpen. Want het is ongelooflijk zonde als dat talent onbenut blijft en ergens in een kastje, in een laadje. Ja. Vind ik waanzinnig zonde. Jolanda, ik zit natuurlijk wel na te denken. En nou denk ik, wat is eigenlijk wel de beste advies wat je ooit aan de klant hebt gegeven? Wat ik ooit aan de klant heb gegeven? Leuk, hè? Wow, wat een rotvraag. Nee, dat is een leuke vraag, man. Echt leuk. Nee, anders. Ik ga het even anders doen. Welke advies wat je gegeven hebt, heeft de meeste rendement opgeleverd? Welk advies denk ik? Nou ja, het is ook maar net hoe je rendement ziet. Want ik, natuurlijk kijk ik als ondernemer, moet je naar je omzet kijken. Hè? Want als je niet naar je omzet kijkt, dan betekent het misschien wel dat je een hobby hebt. Ja. En dat is ook super. Ja, maar daar ben je geen ondernemer voor geworden. Ja, dus enerzijds gaat het soms om een tip of een advies waardoor iemand zo persoonlijk groeit. Ja. En dat leidt tot een aantal hele mooie dingen. Ja. En aan de andere kant gaat het soms
gaat het er soms om dat ik de connectie voor iemand maak. Hè? Dus dat ik de deur of de achterdeur voor iemand open, waardoor iemand bijvoorbeeld aan opdrachten komt. Ja. Maar als ik kijk naar een advies, zeg maar een mooi advies wat ik iemand kan geven. En als het ook aankomt, hè, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, zodat iemand het tot zich neemt. Ja. Dat ik echt dat pareltje oppoets wat iemand van binnen heeft. Dus dat talent, dat iemand echt het gevoel heeft van wauw, wat ben ik bijzonder. Ja. Ja. Nou, dat vind ik echt heel mooi, als dat lukt. Ja, dat vind ik heel erg mooi. Nee, dat vind ik echt heel erg mooi. In welke fase van mijn ondernemerschap? Nee, in welke fase van mijn mens zijn ben ik als ik jou inschakel? Wat is mijn gedachtegang? Waar ben ik op het moment dat ik jou moet hebben? Ja, nou, ik ben voor mezelf begonnen. Misschien wel een jaar of twee geleden. Mm. En ik heb dingen uitgeprobeerd naar beste kunnen. Ik heb wat geploeterd. Maar eigenlijk heb ik het verlangen dat ik er meer uit ga halen. Dat is het moment om bij mij te komen. Wat leuk. Ja. Dat is echt wel leuk. Dat is echt een hele leuke. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Ik vind Jolanda een heel warm mens. Ik voel gewoon dat rode, weet je wel. Voel je dat ook zo rood, zo heerlijk warm hier? wat typeert... wij komen natuurlijk bij de outro. En mijn vraag is dan... Wat zijn jouw dromen? Niet typeert. Wat zijn jouw dromen? Wat ga je dit jaar nog realiseren? Rond je 50ste. Rond mijn 50ste. Nou ja, er ligt een boek op de plank. Ja, oh, wat leuk, wat leuk. Dat wist ik namelijk nog niet. Nee, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar soms heb je zo'n soort bucketlist. Of bucketlist. Een lijstje van dingetjes die je ooit nog weer wil gaan doen. Ja. Nou, ik geloof namelijk ook in dat het belangrijk is om als ondernemer elk jaar iets op de agenda zet wat dat jaar uniek maakt. Yes, yes. Net zoals een aantal jaar geleden, ledenzaak vrouw van Flevoland. Ik heb een keer een jaar een acquisitiebord gelanceerd. Oh, dat is leuk. Nu heb ik een marketingkalender. Ja. En straks een boek. Ja. Nou, weet je, en dat houdt je ook helemaal geïnspireerd. Dat inspireert ook andere mensen. En ik hoop dat je ook net zo geïnspireerd bent geraakt zoals ik ben met het gesprek met Jolanda. Ik vind het echt een waanzinnige vrouw. Dank je wel, Jolanda, voor het meedoen. Ja. Graag gedaan. Dat was super. Dank je wel.